Hij staat bij mij net aan de kleedkamer van Rijnsburgse Boys. Jeroen, was in de kleedkamer? Ja, gekhuis natuurlijk als je op zo'n manier wint. En terwijl je denk een minuut of 6-7 voor tijd nog met een goal achter staat. Dus ja, werelds. Was super gezellig in de kleedkamer. We staan er naar boven. Een paar die zijn helemaal trots op je, waaronder Ignacio. Ja. Je hebt niet veel gedaan vanmiddag toch bij de grote man? Ja, dat is bizar. In principe blijf je gewoon 90 minuten zitten. En ja, Massies die krijgt een blessure, daarom moet ik erin. En we starten met de corner, waar ik eigenlijk net op tijd voor nog binnen de lijnen mag. Die scheidsrechter zegt, kom binnen. En ik loop tweede paal en ja, hij komt zo voor me. Het leek wel eens op me gunnen, want ik werd door niemand gedekt en ik kon hem inkoppen. Ik kan je dit vertellen, geen één IJsselmeervogelspeler gunt een ex-blauwe iets. Nee, precies. Ook dat is misschien voor hun extra zuur. En voor jou extra leuk? Voor mij extra leuk en voor ons als team en als club ook super extra leuk natuurlijk. En, maar ja, bizar dat het zo loopt en super blij mee. Van een jongensbroek kan je op jouw leeftijd niet meer spreken, denk ik. Van, nee. Ik moet het zeggen, ik heb dit nog niet meegemaakt op deze manier. Zo belangrijk zijn binnen een seconde. Binnen één balcontact eigenlijk. Dus ja, het is wel weer iets superleuks om mee te maken natuurlijk. Heb je die bal nog aangeraakt na die goal? Of heb je echt maar één keer die bal aangeraakt? Ja, één keer met mijn kuif. Daarna niet meer ongeluk. Gezien. Daarna niet meer gezien ook. Gelukkig niet. Nee, gelukkig was het is 92 minuten. En na die goal hebben we nog een minuutje staan douwtrappen. En dat was hem. Je was geblesseerd. Je zat wel op de bank. Iets met je tenen? Ja, kleine tenen. Ook oude blessure. Een breukje. Op zich geen ramp, maar wel een hele vervelende blessure om mee te voetballen. Dus, maar ja, voor dit kon. Vandaar dat je die goal met je hoofd maakte? Ja, ik denk, doe niet met mijn voet. Ik kwam eerst nog aannemen, maar ik dacht, ja, ik neem geen risico. Nee, prima, was leuk. Nou, geniet ervan, vriend. Doen we sowieso. Dankjewel. Fijne middag.